Oké, Jiri, jij gaat naar Jordi toe. Ik pak weer de potions. Leg hem ook uit waarom en waar we heen gaan. Ik denk wel dat je dat weet. Ja, dat weet ik wel. Jordi? Ja? We gaan naar Taron. We gaan Taron aanvallen. Kom je? Oké, en daar zijn de bergen. Hebben jullie een bootje? Ja, ik heb een bootje bij me. Ja, ik heb ook een bootje bij. Ja, oké, maar kijk even uit. Kijk, als je nu een gat in de muur zou rammen, perfect. Hebben jullie ook TNT? Ja, ik heb ook TNT, maar ik kan ook met mijn bloks gebruiken, maar dat doe ik niet. Ja, we hebben nu een speciale wand. Oh ja, Jordi, dat weet je niet. We hebben een speciale wand, daarmee kunnen we allemaal dingen doen. Nice. Nou, ik ga... Oh ja, ik ben aan de overkant. Wow. Doei, Tommy. Oh, mijn bootje is weg. Oh, wat... Wow. Ah, dat doet pijn zeg om die krachten te doen. Oké, we moeten hier eventjes doorheen gaan. Ik denk niet dat dat... Oké, wacht, heb ik... Oh, ik heb nog een reserveboosje. Oké, ik blaas ons hier even doorheen. Oké. Het werkt niet. Dus even kijken wat... Shit, mijn bootje is gecrashed. Mijn... No. Mijn explosies maar ik heb er nog eentje extra. Ja, ze doen het weer. Oké. Ah! God damn it. Wacht, heb ik blokjes? Ja, ik heb stoppelstoon. Oké, klim hier even omhoog. We gaan hier door de muur knallen. Ik heb een deur bij. Door. Kijk uit! Oké, nu kijk uit! Woe! Oh, ik heb al een gat er doorheen. Nou, oké, dat... we zijn binnen. Oh. Oké, wacht, stop even. Ah. Oké, kijk, jong. Ah! Kut. Ah, dat is fijn. Oké, is even kijken. Oh, fuck! Wat de fuck is dat gat? Wat? Het is nu de Gwivali Tower. Huh? Huh? Dit was eerst de Tower of Doom. Maar het is niet dag, oké. Oké, dorp. Mag ik ook opblazen? Nee, we gaan nog niks opblazen. Dat doen we aan het einde. Want eerst wil ik Tymonk verslaan. Oftewel Tyrone. Oftewel die Oldbuff. Oftewel al zijn kutnamen die hij fucking heeft. Dorp. Dus wij noemen hem... Oh, wacht. Hier zit de kist. The Evil Book. Wat? Oké, wacht. Ik zal hem voorlezen. Oh. Are you fucking kidding me? Wat staat er? Hoorden jullie die stem niet ook? Nee. Nee, ik hoorde niks. Oh, dan hoor ik hem alleen in mijn hoofd, denk ik. Wacht, ik lees ook. Ik lees of, ja, het kan ook zijn dat... Oké, wacht stil. Oh, zeg iets leuks. Natuurlijk bedoel ik iets verschrikkelijks. Het is niet zo aan toe. Hoorden jullie dat echt niet? Nee. Ik hoor het fucking hard. Ik hoor het echt. Heb je dat boek? Oh, wat het... Ik, er komt iets verschrikkelings. Geef eens zo'n boek. Wacht. Ik lees het derde boek. Hierboven je staat namelijk een van de grootste nachtmerries te wachten. De kans is vrijwel zeker dat je nu nog niet gaat overleven. Ren nu, zolang ik nog kan. Oh, Oké, daar komt onze grootste nachtmerrie. Die van... Tommy! Ik haat bliksem. Als ik het niet zelf doe, dan haat ik bliksem. Jullie ook, toch? Ja, mag ik even een boekje? Ja, pak maar. Oké, ik lees de laatste. Wacht. Oké, stil. Nog steeds niet weggelopen. Pittig persoon. Holy. Nou, zet je daar eens op. Oké, jullie haten volgens mij ook bliksem, want het is alle onze angsten bij elkaar. Dus er komt waarschijnlijk bliksem. Wacht, oké. Ik hoor het ook. Oké, wacht. Ik hoorde ook een raar geluid. Oké, wacht. Stop. Oké, loop langzaam omhoog. Oké. Ah! 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 Doet zoveel... Auw! Jongens, het is gelukt. We hebben het doorstaan. Waar is hij dan? Ik weet niet waar Tyrone is. Hij stond hier vorige keer. Oké, wacht. Kom even bij mij. Ik geef jullie strength. Ik geef jullie speed. Het is in ieder geval gelukt. We zijn onze angsten doorstaan. Maar waar is hij? De Oldbuff! Ah, hij is daar! Hier is hij! Holy shit, help jongens! Sla hem dood! Ah! Oh nee! Dat doet pijn. Maar die bliksem raakt hem ook. Oh wacht, ja, we hebben natuurlijk spels. Wacht eens, kijk. Oké, jongens, kijk uit. Auw, ik ga dood. Oké. Neem een gouden appel. Fuck you. Niet zoveel. Dat raakt Jordi ook namelijk. Snap, map hem. Map hem dood. Snap, map elkaar. Wacht, jongens, ik kan bliksem op een vuur. Ga aan de kant. Weg bij hem. Oh nee. Auw! Ik ben naar beneden geslagen! Ja! Hij is dood!
Ik heb hem doodgemaakt! Hij is dood! Jongens, oké, pak je TNT, en dan nu! Mag ik ook... geef mij TNT. Mag ik ook magie gebruiken? Nee, dat doen we... Nee, we gaan met TNT. Ik wil dat zien opblazen. Oké, geef me wat TNT. Waar ben je? Ik ben naar beneden geslagen door hem. Oké, al zijn spullen zijn weg. Als eerste had ik deze dingen... Oh, dan fik! Ah, jongens, wat doen jullie? Niet zo snel hakken! God damn it. Ik weet niet wat... Oké, mag ik wat? Oh. Alsjeblieft. Okay. Nee, wat doen jullie? Godverdomme, we moeten die hele toren daaronder zetten! Hè? Huh? We moeten deze hele toren onder TNT zetten, en dan spring ik er daar wel af. Oké. Mag ik dan ook mijn magie gebruiken? We gaan hier afspringen, oké. Ik maak even als ik ja zeg, steek hem dan aan, ja? Ja, wacht. Ik ben heel even nog alles neerzet, oké. Hoe meer, hoe beter. Dus zet nog veel meer neer. Oh, dit was makkelijk. Hij is volgens mij veel minder sterk. Oké, wacht met aansteken, Je zet jullie maar even neer. Oké. Ik ben bang. Jerry? Ja? Oké, kom hier zo staan bij ons. Steek het aan. Het gaat niet aan. Oké, spring! Wat? Ik viel net aan in het water. Ik ook. Au. Ik wil daar... Die lege toren die mag helemaal dood. Oké, kom daarin. We gaan hem helemaal opblazen, want ik ben hier echt zat. Ah, wacht. Oké, wacht. Ik moet even wat licht hebben. Wacht even. Vuurtje maken. Bloed. Explosief. Bloed. Oké, blaas deze hele fucking toren op. Maar ik versloeg hem veel makkelijker dan vorige keer. Ik denk omdat we hem hebben verslagen is die... Oké, stop met dat doen! Jerry, dat helpt echt niet! Nee? Stop! Ah. Oké, ik denk dat het zo wel genoeg is, jongens. Het is ons gewoon gelukt, oké. Kom even mee. Ik wil een paar bloedmagietjes. Stop! Stop nou! Ik ben al gestopt. Het ziet dat doet pijn, jongen. Sorry. Dat doet gewoon... ik kom hier ook niet omhoog. Vind jij het niet een beetje bloed lijken? Ja, oh, nee. Oké. Je mag hier van mij helemaal weg. Wow, maar ik plofte ineens. Ik had mijn explosie wave had ik aan. Oké, maar laten we even een look nemen van hier zo, van dit. Eens even kijken. Wow, het staat hier ook helemaal aan in de vuur. Oh. Heb jij nog wat TNT, Jerry? Nee, ik heb ook mijn... Hey, maar heeft een van jullie zijn boog opgepakt? Want hij blies mij bijna naar beneden met zijn boog. Maar hem blies hij naar beneden? Ja, hij schoot naar beneden en daardoor viel ik bijna. Ja, ik ben eraf gevallen, weet je. Ik denk dat mijn benen brak, joh. Wojo! Oké, stop even, man. Dit doet echt... Oké, we zijn hier mooi bezig. Het is een mooi vuurwerkdagje voor mij. Mij ook. Ja, jij kan niks, hè, Jordi. Nee, dat vind ik wel jammer. Maar als ik nou zijn boog had opgepakt, dan had ik het daarmee kunnen opblazen. Oké, maar wacht. Stop. Jordi, ik heb een idee. Er is hier nog een eiland. En daar, dat is het team van Captain Devil. Daar zit, als het goed is... Dit soort wands verstopt. Als wij dan die op die straal doen, net zoals wat met mij en Jerry is gebeurd, zoiets, dan wordt die van jou ook verkracht. Ja, verkracht, lol. Dan wordt die ook versterkt. Dan krijgt die meer kracht, bedoel ik. Maar hoe kan ik dan ook ooit aan zo'n wand komen? Nou, daarvoor gaan wij dus... ja, het is hier voor mij. Ik ga eventjes... kan een van jullie eventjes hier een lichtje maken? Heeft een van jullie... Ik heb fakkels bij me, want... Oké, zet even neer, oké. Ja, even een kampvuurtje. Oké, maar wacht. We maken even een kampvuurtje. Tommy. Stop met die torches. Hierin maken we een kampvuurtje. Oké. Tommy. Ja? Ik heb van mijn vader, weet wel, heb ik een boek... Maak een kampvuurtje. Een boek gekregen ooit. En daar kan ik één... Heb ik één recept. En daar kan ik iets mee maken. Hey, maak even een... Goddammit. Ja, zet hier even een vuurtje neer. Zet even een vuurtje neer. Even voor het... zet even een vuurtje neer, Jerry. Jij hebt als enigste de aansteker. Ja, ik heb het. Oké, even de torch weg. Oké, allemaal even eromheen gaan staan. Oké, mag ik nou mijn verhaaltje vertellen? Ja, vertel je verhaal. Ik heb van mijn vader, je weet wel, daar een aantal dingen van gehad. Daar heb ik ooit een boek ergens gehaald, van gekregen. En die ligt ergens, maar ik weet niet zomaar waar. En in dat boek staat iets. En daar kan je een iets maken, maar ik weet niet precies wat er is. Oké. En die heeft ook speciale krachten, zegt hij. Maar
Oké, ja, maar waar dat boek is, dat weten we niet. En ik weet ook niet waar jij vandaan komt. Ja, ik kom ergens uit ver weg, je stam. Ik weet niet. Ja. Ja, ik weet ook niet meer waar ik vandaan nou ben gekomen. Ik weet het terug was ook niet meer. Nee, koffie? Maar dit is in ieder geval een mooie overwinning, vind ik. Ja, nou, dit was dus DJ Timonk, Tyrone, die Oldbuff, hoe die ook heet. Ik weet niet waar die heen is. Misschien leeft hij nog wel. Ja, dat kan op zich wel, maar ik weet het niet zeker, dus ja. Ja, misschien is hij onsterfelijk en dat hij nou gewoon terug is gegaan naar de... Ja, al dat hij daar weer is, want de duivel is in ieder geval sterk, dat weet ik wel. Hij is echt fucking sterk, want ik heb al eerder tegen hem gevochten. Ik maak alvast een terugweg hoor, maar ik wil even wachten tot het dag is, want dan weten we het zeker, want... Ja, ik weet niet waarom, maar... Oké, stop. Ah, dat doet gewoon pijn, joh. Zoveel kracht die ik hieraan verspil. Kijk dan achter jullie, kijk achter jullie. Ja, het doet pijn, ik weet het. Oh, fuck. Oké, stop! Ah, dat doet zoveel pijn, man. Jouw krachten. Oké, stop met jouw krachten. Doe niet. Oké, laten we stoppen met onze krachten. Mijn krachten doen niet pijn, maar ze doen pijn aan je ogen, hè? Ja, dat bedoel ik. Maar oké, maar ik heb heel veel krachten. Maar dan denk ik dat het ook handig is om voor Jordi even wat te halen. Want als we voor Jordi nou ook... Oh, val je in het kamfer, lol. Maar als we voor Jordi nou zo'n wand halen die ik eerst had, hè? En als we die dan op die ene straal leggen, zal die dan ook sterker worden? Ik hoop het. Maar... Tommy, misschien als we daar geen wand vinden, mijn vader had ook, ja, in dat boek stond dat dan, hè? Allemaal. Er stond heel best veel in, volgens mij. Dus zei hij zo van, iets in een land, in een verwegje stam, noem ik het maar, want ik weet niet waar het ligt. En het is iets met een mens, en ja, best leuk ooit, maar het is iets met een meneer, en... die heel sterk is of zoiets. Ja. En daar ergens ligt het boek, zegt hij. Ja, ik denk dat het op dat eiland ligt, maar laten we maar langzaam naar huis gaan. En ik vond het een mooie overwinning. Jordi, bedankt. Jiri ook. In ieder geval, dit is mijn grootste vijand geweest en mijn beste vriend. Maar er ligt nu één vijand op de... Ah, stop jongens, er is hier al een doorgang. Maar er is nog één vijand waarschijnlijk en dat is Cas. Hij is toen ik terugkwam in de normale wereld, want ik ben ook in de hel zeg maar geweest, noem ik het maar even. Daar, toen ik terugkwam, toen is hij weggegaan. Ja, dood. Tam, 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 tam. Ja, dat is wel klote, ja. Maar ja, dus ik vond het een mooie overwinning en volgende keer gaan we voor jou die wand halen, Jordi.